Dit is mijn zoontje Ferre. En hij groeit echt snel. Maar wist je dat hij toch nog 150 keren trager groeit dan dit alledaagse maïsblad? Helaas begrijpen we niet hoe planten dit juist doen. En dat is jammer. Want als we bijvoorbeeld zouden weten hoe en waarom planten groeien in bepaalde omstandigheden, dan zouden we ons voedsel beter en slimmer kunnen verbouwen. Het is dus hoog tijd om uit te dokteren hoe planten nu echt groeien. Onze weefsels zijn rekbaar en ze kunnen dus vrij gemakkelijk uitzetten. Maar bij planten zit elke cel in een hard doosje, de celwand. Om te groeien zetten planten enorm uit na de celdeling. En daarvoor moet natuurlijk die harde celwand tijdelijk rekbaar worden. En hoe een plant dat juist doet, blijkt heel erg moeilijk te onderzoeken. En juist daarom begrijpen we nog steeds niet hoe planten juist groeien. Maar wat als ik u nu vertel dat de eencellige haartjes op de wortels van planten ons wel eens zouden kunnen helpen? Door planten genetisch te modificeren, kan ik met heel geavanceerde microscopen bekijken hoe moleculen die belangrijk zijn voor die groei zich gedragen in zo'n wortelhaar. En wat blijkt nu? Als ik inzoom op zo'n groeiend wortelhaar, dan zie ik dat verschillende moleculen op verschillende momenten flitsen. Zo flitst hier de ene molecule in het groen en de andere molecule in het rood. Door naar al deze flitsen tegelijk te kijken, komen we eindelijk te weten welke moleculen er tijdens de groei van zo'n plantencel eerst flitst. Welke daarna en wanneer vervolgens die harde celwand rekbaar wordt. Zo leren we voor de eerste keer de volgorde van de dingen die moeten gebeuren in zo'n cel, zodat de plant kan groeien. Op deze manier ontrafelen we de mechanismen waarmee een plant kan groeien en hopen we te identificeren welke moleculen en genen hierin cruciaal zijn. Die kennis kunnen we dan gebruiken om onze voedselgewassen beter te verbouwen in de juiste omstandigheden.